Zo, hele fijne, goede zondagmorgen, lieve YouTube-kijkers van De Stofjes. Ja, achtergrond, geen bos, wel mooi weer uiteindelijk, alleen vanmorgen, ik kom net even bij vrienden vandaan, heb ik een bakje koffie gedronken. Vanmorgen toen ik ging lopen was het wat aan het druppelen, achteraf gezien had ik misschien wel kunnen gaan trainen, lopen in het bos, want het regende uiteindelijk niet zo hard, maar toen was ik al in de fitness. Dus, bij deze. Dus geen hardloop gedaan in het bos, maar wel op de loopband en bij de fitness. Ging niet slecht. Wel, het ging niet slecht en ik heb 2 oefeningen geskipt. Hoe dan? Nee, ja, soms dan ben je daarmee bezig en dan heb je bepaalde oefeningen gedaan en die dan voor de andere oefening weer even negatief werkt. Zoals als je dan zeg maar bijvoorbeeld lat pull-up doet of veel rug doet en je doet daarna nog planken. Normaal gesproken moet dat eigenlijk best wel goed gaan, maar in deze ging dat dus niet goed. Ik kreeg wel last van de rugspieren tijdens het planken. Dus ja, die heb ik dan, zeg maar, ik heb die plank, de gewone normale plank heb ik wel gedaan, alleen de side planks heb ik niet gedaan, links en rechts. Dus die heb ik geskipt. Maar goed, uiteindelijk al met al toch weer bezig geweest met het sporten, lekker bezig geweest. En daar gaat het uiteindelijk om. Niet meer, niet minder. Nou, dan gaan we... Oh, ik dacht dat ik iemand bekend zag. Maar goed, geeft niet. Dan wordt daar nog even een stukje. Zoals je ziet, het is mooi weer. De zon schijnt nu. Alleen, er is een kans op regen. Vanmiddag. Nou ga ik natuurlijk de keuze maken. Ga ik met de motor naar het voetballen toe? Want ik vind altijd, als ik dan droog heen rijd en droog daar aankom, vind ik dan niet zo erg. Dan wanneer ik dan als dan het op de terugweg geregend en ik moet dan met de motor terug naar huis. Vind ik het niet zo erg om dan nat te horen. Want ja, dan ben je thuis en dan kun je kleren uitdoen en dan ben je klaar. Dan moet je dus eventjes gaan kijken van wat ga ik daarmee doen. En ik denk dat ik gewoon voor de optie ga, ik ga straks gewoon met de motor. Ziet er nou gewoon goed uit, ik moet daar even douchen, omkleden. Of spullen pakken in ieder geval, omkleden. En dan motortje pakken en dan gaan we lekker naar Juliana vandaag. Wedstrijdje. Een van de laatste 4. Tenminste qua competitie. Dan hebben we nog 4 wedstrijden, als het goed is, voor de na-competitie, voor mogelijke promotie. Het zijn 2 wedstrijden kort achter elkaar, donderdag, zondag en dan die week daarna donderdag, zondag. Als je de eerste 2 overleeft, dan moeten jullie de tweede 2. En als die overleven, dan zijn we gepromoveerd. Zo simpel is het. Goed, kijk nu eerst naar de laatste 4 wedstrijden. Vandaag. Is een relatief, ja, voor ons deze een belangrijke wedstrijd, want we staan tweede en we willen tweede blijven. Dus voor ons blijft het een belangrijke wedstrijd. Meers zal waarschijnlijk na vandaag gewoon kampioen zijn, want die staan 11 punten los. Ja, in principe, als ze vandaag zouden verliezen en wij winnen, dan hebben we virtueel nog kans om dan kampioen te worden. Dan moeten ze na alle wedstrijden verliezen. Nou, dat verwachten we niet. Dus als zij vandaag winnen en wij winnen vandaag, dan zijn ze niet meer, eigenlijk niet meer in te halen. Dan is het gewoon niet meer in te halen. Dan staan ze 11 punten los. Staan nu ook op 11 punten. Zoals ik al zeg, als zij vandaag verliezen en wij winnen vandaag, dan is het nog maar 9 punten. Met 3 wedstrijden is dat nog wel te halen. Maar als zij gewoon normaal gesproken winnen en wij verliezen, dan is het sowieso al voorbij. Maar we moeten gewoon die tweede plaats proberen te houden. Dat is belangrijk voor de na-competitie. Dus
Gas erop straks. Maar goed, zoals je ziet, ik ben weer thuis. Het is weer klaar. Zondagmiddag. Wordt nog een leuke. Gaan we kijken wat gaat worden. Dus bij deze zeg ik tot de volgende keer. Even een duimpje omhoog. Even abonneren op dit kanaal. Dan zie ik jullie volgende week weer terug bij de stofjes. Dus ik zeg de groeten. Nogmaals, ik hoop dat je een fijne zondag hebt gehad. En dan tot de volgende keer. Ik zeg met de korte goodbye. Ciao.